Mocht u ooit op een 20e mei aanbelanden in Abbeville in Noord-Frankrijk, dan zal u daar niet de enige Vlaming zijn. Want elk jaar op 20 mei heeft daar een plechtige herdenking plaats van Joris van Severen. Hij was de stichter en de leider van het Verdinazo, het verbond van Dietse Nationaal Solidaristen. En hij is begraven in Abbeville. Hij werd er neergeschoten door Franse soldaten op 20 mei 1940. Joris van Severen was zeker geen democraat. Zijn Verdinazo had alle stijlkenmerken van een fascistische beweging. En toch is het niet zeker dat van Severen in de collaboratie zou gestapt zijn, mocht hij de bezetting meegemaakt hebben. Een deel van zijn militanten is gaan vechten aan het Oostfront, maar een ander deel is in het verzet gestapt. Om maar te zeggen hoe complex de erfenis van hun leider wel was. Wij vertellen vanavond de historie van deze West-Vlaming. Een van de weinige dandies die de Vlaamse beweging heeft voortgebracht. Joris van Severen. De periode van de jaren 30 is een tijd van politieke onrust. De partijpolitiek moet het ontgelden. Nieuwe bewegingen duiken op. Ze zijn voorstander van een sterk staatsgezag en willen de macht grijpen met behulp van strijdbare milities. Ook Vlaanderen kent zo'n groepering, het Verdinazo. De leider van het Verdinazo, Joris van Severen, wordt door velen bewonderd, door anderen verguisd. Wakke, een klein rustig dorp in West-Vlaanderen, vlakbij Tielt. Dit is de thuishaven van de familie van Severen. In dit huis wordt Joris, of liever Georges van Severen, geboren in 1894. Joris van Severen is de oudste van een gezin met 5 kinderen. Hij krijgt een Franstalige opvoeding. Zijn vader, notaris van Severen, is ook burgemeester. Joris heeft vooral een sterke band met zijn moeder. Zij was voor hem de veilige haven. Van Severen is altijd door en door een eenzaam man geweest. En de enige die die eenzaamheid doorbrak, was eigenlijk zijn moeder. Die een prachtige vrouw moet geweest zijn. Ik zeg nog eens een zeer poëtische vrouw die Joris van Severen introduceerde in De Munt bijvoorbeeld in Brussel. Die hem de grote kunstrichtingen uit die tijd leerde kennen, waar dat hij dus helemaal aan gebonden was. De jongen van Severen ondergaat ook een grote invloed van pastoor Verist, een bekende letterkundige en oud-leraar van Rodenbach. Velen in Europa zelf weten bijna niet meer dat er nog Vlamingen bestaan. Wel nu, dat groot volk, dat edelvolk, moet wederom onder de zon komen. Leven, roeren, spreken, werken, in één woord, bestaan. Hugo Verist is een tijd lang pastoor van Wakke en blijft altijd in contact met de familie van Severen. Onder zijn invloed wordt van Severen Vlaams gezind. Joris van Severen volgt de humaniora bij de Jezuïten aan het Gentse Sint-Barbara College. Nadien studeert hij rechten in Gent. Hij komt al vlug in contact met het kruim van de Vlaamse beweging. Vooral met August Vermeijlen. Joris van Severen had voor de oorlog zeer aandachtig de geschriften van August Vermeijlen gelezen. Vooral de geschriften met een anarchistische inslag. Waarin Vermeijlen onder meer schreef dat je wel kon opkomen voor de mensen rondom u.
maar niet voor een staat, omdat een staat tenslotte een kunstmatig geheel was, waarvan de grenzen getrokken waren door diplomatiek en andere manoeuvres, en dus daar voelde hij helemaal niets voor. Zes weken na de Duitse inval wordt Van Severen onder de wapens geroepen. In het begin van 1915 komt hij aan het IJzerfront terecht. Hij is op dat moment zeker geen militarist. Persoonlijk denk ik dat hij zich vooral stoorde aan een leger waar het verboden was na te denken. Waar men slaafs bevelen moest uitvoeren. Bevelen die dus ook niet verantwoord waren of die niet verantwoord werden. En dat hij daar vooral problemen mee had. Als soldaat wordt Joris van Severen vooral getroffen door de wreedheid en de zinloosheid van de oorlog. Joris van Severen is de frontsoldaat. Men mag dat niet vergeten. Een van de zaken die hem typeren, althans voor mij, is dat hij op een bepaald ogenblik, wanneer de vijand gedurende uren en uren onder trommelvuur ligt, dat hij met zijn peloton naar de vijand trekt en daar een Duits soldaat, een jong Duits soldaat aantreft, die ineengekrompen zit van schrik en die overtuigd is natuurlijk dat men hem gaat afmaken. En volgens de dagboeken van Van Severen is er dan één enkele gedachte die bij Van Severen loskomt, en dat is: hoe moet ik, en hoe oud was hij op dat ogenblik, 20, 21 jaar, hoe moet ik aan die jongen nu gaan uiteenzetten dat het leven nu nog altijd de moeite waard is? Van Severen komt vanaf 1916 in contact met de frontbeweging, die de belangen van de Vlaamse soldaten aan de IJzer behartigt. Hij vertegenwoordigt zijn divisie in de leiding van de frontbeweging. Maar in de praktijk stelde dat niet veel voor, want Joris van Severen woonde zelden die vergaderingen bij. Als hij er naartoe ging, dan muisde hij er soms na 5 minuten van onder, omdat hij liever bij zijn vriendin zat. Volgens de overlevering was hij de chef van de frontbeweging in de 3e divisie, maar dat stelde ook niet veel voor, omdat er in de 3e divisie niets van Vlaamse beweging te merken was. En Van Severen heeft blijkbaar ook geen moeite gedaan om daar de frontbeweging van de grond te krijgen. Toch wordt hij door de legerleiding bestraft voor zijn Vlaamsgezindheid. Als in 1917 in Rusland de Oktoberrevolutie uitbreekt, is Van Severen sterk onder de indruk. Hij hoopt dat die revolutie ook aan het westelijk front de wapenstilstand dichterbij zal brengen. De revolutie zelf ziet hij als een sociale kwestie. In zijn oorlogsdagboek schrijft hij: de armen zijn 4 jaren lang gemarteld geweest. Aan de anderen thans de beurt. Ik heb meer eerbied voor Trotsky en Lenin dan voor gelijk welk staatshoofd uit Europa. Ik denk dat hij dus op een emotionele basis eigenlijk die sympathie voor die Russische opstand voor een stuk ook heeft geïnterpreteerd als beeld, als mogelijkheid, wat eigenlijk ook aan het westelijk front zou moeten gebeuren, namelijk het volkomen terugdringen van de machten, de grote geldmachten, de grote kapitalistische machten, de grote bazen van economie en oorlog, die eigenlijk de kleine mensen, waar hij zichzelf dus toe rekent, om die dus eigenlijk daarvan te bevrijden. Vanaf 1919 studeert Van Severen weer rechten in Gent, maar haalt er geen diploma. Hij is te sterk geïnteresseerd in het studentenleven en de literatuur. Via zijn blad, Ter Waarheid, stelt hij zijn kennis ter beschikking van het Vlaamse volk. Het blad propageert alle moderne kunstrichtingen, ver boven het hoofd van de gemiddelde Vlaming.
Intussen heeft hij zich in de politiek gegooid en wordt hij lijsttrekker van de Frontpartij. Nu, de formele motieven om in de verkiezing van 21 op de Fronterslijst te komen, en ook verkozen, hij is dan ook verkozen, hadden voor een stuk ook te maken dat, met het feit dat Van Zeven niet wist van wat houtpijlen te maken. Hij had eigenlijk geen inkomsten, hij had niet afgestudeerd, hij had geen beroep, hij had geen inkomen. Dus was zo'n een soort gelukkige verzekering van een volksvertegenwoordiger voor hem niet slecht. Maar wat bleek, dat is dat hij van meet af aan zijn taak als parlementslid buitengewoon slecht vervuld heeft. Met zeer veel veronachtzaming van de allerelementairste regels van aanwezigheid, van partijdiscipline. Dus dat heeft dat eigenlijk een beetje bohemien in dat politiek systeem willen zijn. Als volksvertegenwoordiger komt Joris van Zeven vooral tussen als het over buitenlandse politiek gaat. Hij verzet zich hevig tegen de militaire bezetting van het Roergebied door de Franse en Belgische troepen in 1923 en tegen de vernederende behandeling van Duitsland in het algemeen. Meer en meer beseft hij ook dat de partijpolitiek hem niet ligt. Daarover spreekt hij dikwijls met Cyril Verschaven. Ik moet zeggen dat Verschaven altijd, ook in zijn brieven en ook in de gesprekken in de kapelanij tegen Van Zeven altijd zei, man, jij dient niet voor als politicus eigenlijk te leven. Of dat nu in een autoritair regime of in een democratisch regime was. Jij bent eigenlijk in wezen geen politicus, je bent eigenlijk in wezen een kunstenaar. Daarin zijn wij twee gelijke zielen. Toch ontbreekt het hem niet aan politieke moed. Op de 29 november 1928 houdt hij een opgemerkte rede in de Kamer, in het Frans. Hij klaagt de slechte behandeling aan van de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront. België heeft volgens hem aan Vlaanderen niets te verwijten. Het is België dat verontschuldigingen aan het Vlaamse volk moet aanbieden, omdat België aan het Vlaamse volk geen enkele dienst heeft bewezen, maar daarboven systematisch poogde de levenskrachten van dit volk te doden en altijd zijn vermogens in dienst heeft gesteld van de belangen zijner vijanden. In 1929 wordt Van Zeven niet meer herkozen als volksvertegenwoordiger. Van Zeven gaat in het Vlaams nationalisme zowat het belangrijkste boegbeeld worden voor een fractie die meent dat radicaal moet gebroken worden met de democratische politiek. Van Zeven droomt van een soort politiek die bedreven wordt via revolutionaire groepen. Hij droomt van gewapende actie. Kortom, hij wil de macht overnemen in de staat. Een soort eenpartijstaat gaan stichten. En anderzijds wil hij ook, opteert hij onversneden voor Groot-Nederland. Hij wil dus een soort aanhechting van Vlaanderen bij Nederland. Maar naar mijn gevoel is dat laatste eigenlijk min of meer een verlengde van het eerste te noemen. Het is te zeggen, met dat soort van standpunten kon je in het toenmalige België moeilijk een concrete politiek voeren. Dat soort van politiek moest automatisch, denk ik, leiden tot een soort revolutionair optreden. Een gebeurtenis die zijn voorkeur voor radicale strijdmethodes versterkt, is de IJzerbedevaart van 1930, waar de bedevaarders ongenadig worden uiteengeslagen door de Rijkswacht. De rellen zijn begonnen nadat een piloot anti-Vlaamse pamfletten had uitgestrooid boven de bedevaartweide. Een jaar later, in 1931, sticht hij samen met de dichter Wies Moens een nieuwe politieke beweging. Het Ferdinazo. Het verbond van Dietse Nationaal Solidaristen. Het Ferdinazo verwerpt de klassenstrijd en is voor een harmonische samenwerking tussen alle sociale standen. Het onderscheidt zich dus weinig van het katholieke corporatisme. Joris van Zeven heeft duidelijk de touwtjes in handen. Hij is zeker geen imposante verschijning, maar toch straalt hij een grote overtuigingskracht uit. Uniformen, vlaggen, parades en één leider. Dat is de stijl van het Ferdinazo.
Op landdagen juichen soms 20.000 sympathisanten van Severen toe. Toch blijft het ledenaantal zelf beperkt. Het is nooit hoger dan 2.500, zelfs niet in de beste jaren. Emiel Tiers, de tweede man in het Ferdinazo. Het Ferdinazo wil zeker geen kopie zijn van buitenlandse voorbeelden. Al laat het zich in het begin inspireren door het Italiaanse fascisme van Benito Mussolini. Die liefde is van korte duur. De oorlogzuchtige politiek van Mussolini bevalt van Severen niet. Het zijn vooral de goed gedrilde Dinazo-militanten die indruk maken. Zij geven de beweging een militaristisch karakter. Op betogingen en landdagen handhaven zij de orde. Hun leider, Jean François, is de rechterhand van Joris van Severen. Beruchte kemphanen zijn de vier gebroeders Moraal, gewone arbeiders. Het Ferdinazo is in België zeker niet de eerste beweging met geuniformeerde militanten. 10 jaar eerder is er al het Nationaal Legioen van Hoornaert. En ook de socialisten hebben hun eigen knokploegen. De stichting van het Ferdinazo zorgt mee voor een hergroepering in het versplinterde Vlaams-nationalistische kamp. Een aantal veteranen van de Vlaamse beweging sticht zelf ook een nieuwe partij. Het Vlaams Nationaal Verbond. En dat is niet zomaar een herstichting van een Vlaams-nationalistische partij, na dus de Frontpartij, die tot 25 ongeveer een eenheidspartij was geweest. Maar het is ook een partij die op totaal een nieuwe lijst geschoeid is, een nieuwe orde geziende partij. Minder radicaal dan het Ferdinazo, omdat het VNV blijft bijvoorbeeld aan parlementaire actie doen. Blijft dus deelnemen aan verkiezingen bijvoorbeeld. Maar dat neemt niet weg dat zij in feite ook de parlementaire democratie de nek wilde omwringen. En dat ook in het VNV uiteindelijk gedroomd werd van een soort eenleiderstaat. En dat in feite, om het met een boutade te zeggen, de slogan van het Derde Rijk, ein Volk, ein Reich, ein Führer, één volk, één rijk, één leider, was in feite ook het kernidee van het VNV. En je kunt zeggen dat ze daarmee in feite op ideologisch vlak van Severen volgen. Joris van Severen is nu de onbetwiste leider van zijn eigen beweging. Toch is hij lang blijven twijfelen over zijn levenskeuze. Van Severen heeft altijd getwijfeld tussen twee soorten roepingen. En de ene, dat was er een religieuze. Hij is in het seminarium willen gaan, heeft dat niet gedaan. Nog geen jaar na de stichting van het Ferdinazo leest hij in zijn dagboek dat hij de grootste twijfel heeft of hij wel op de goede weg is. En hij overweegt dan om in het klooster te treden en alle politiek te laten vallen. Langs de andere kant was hij een zeer artistiek man. En hij zocht naar esthetische genoegens en esthetische vervoering. En daarbij hoort zeer zeker ook zijn sensuele kant. Hij moet een geweldige aantrekkingskracht gehad hebben op vrouwen. En ze liepen in bosjes achter hem aan. En gekend is de uitspraak van een vriend van hem: als Joris in zijn nacht alleen wil slapen, dan moet hij zich verstoppen. De van de vrijgezel Joris van Severen voor vrouwelijk schoon komt bij zijn trouwe militanten niet zo goed over. Hij reageert op die reacties erg korzelig en zegt dat hij wel zal veranderen als hij zal trouwen. Hij is dan ook zo discreet mogelijk. Zijn relatie met de schilderes Rachel Baas kan evenwel niet verborgen blijven. Rachel Baas heeft in de artistieke milieus al een zekere faam, zelfs in Parijs.
Ze is een knappe verschijning en haar surrealistisch werk wordt door kenners geapprecieerd. Hier zien we haar acteren in een filmpje van René Magritte. Baas inspireert Magritte ook tot de portretreeks Scheherazade. Ja, Rachel Baas is de meest bekende. Maar daarvoor was er Germaine Ducopu. Een vrouw waarmee hij een langjarige verhouding heeft gehad. Hij was Peter van haar zoontje, Pierrot. Uiteindelijk, als zij vrij was, haar man is gesneuveld, dan stelde ze vast dat Van Sever niet met haar wou trouwen. En ze is dan naar Brugge gekomen om daar zelfmoord te plegen. En dat heeft hem natuurlijk een enorme klap gegeven. Rachel Baas is een ander geval. Hij trouwde niet met Rachel Baas om de eenvoudige reden dat zij getrouwd was. Rachel Baas is het lievelingsmodel van fotograaf Willy Kessels. Kessels woont in Roeselare en komt er onder de indruk van het stijlvolle optreden van het Ferdinazo op de landdag van 1932. Hij ontmoet er Van Sever en wordt al snel de hoffotograaf van de leider. Kessels komt uit de wereld van het modernisme. Dat trekt Van Sever aan. Willy Kessels maakt de mooiste foto van Joris Van Sever. Het Ferdinazo hecht veel belang aan stijl en discipline. En daarmee kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Van jongs af moet de Dinazo er netjes en keurig uitzien. De Dinazo-jeugd is een van de hoofdpijlers van de beweging. Jong Dinazo bereidt kinderen voor op hun rol als militant. De jongeren spiegelen zich aan de echte Dinazo. Die valt op door zijn onberispelijke houding en uniform. Een ander kenmerk van de militant, de fiere blik en de verzorgde haartooi. Sommigen vinden Jong Dinazo te militant. Er ontstaat een conflict. Van Sever grijpt in. Jan Rijkoort wordt jeugdleider. Toch blijft er een band bestaan tussen militie en jeugd. In het Jong Dinazo krijgt de politieke vorming voorrang. Voor het Ferdinazo is het gezin de hoeksteen van de samenleving. De beweging is één grote familie. En Joris Van Sever is de gezaghebbende vader. In 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. Dat is het wonder onze tijd. Dat je mij gevonden hebt, een onder zoveel miljoenen. Dat is het wonder. En dat ik u gevonden heb, dat is Duitslands geluk. Onder indruk van de toestand in Duitsland neemt de regering maatregelen tegen alle milities. Uniform en wapendracht worden verboden. Het verbod wordt dikwijls overtreden. Er volgen dan ook heel wat processen en boetes. De Dinazo-vakbond, NAS, mag niet langer werkloosheidsvergoedingen uitbetalen. Naast de repressie door de Belgische staat is er ook nog de concurrentie van het VNV. Van Sever besluit het roer om te gooien. Hij kondigt een nieuwe marsrichting aan. Van Sever heeft dat heel goed doorzien, voorspelt dat trouwens. Wij zijn op weg om in een repressieve spiraal van de Belgische staat terecht te komen. En willen wij deze Belgische staat van binnenuit met de macht veroveren, dan kunnen we dat niet vanuit een veroordeelde situatie van verworpenen. Dan kunnen we daar, wanneer we accepteren dat we dat van binnenuit gaan doen. In juli 1934 wordt de Dinazo-militie officieel ontbonden. Ze blijft wel verder bestaan onder een andere naam. De uniformen worden thuisgelaten. Uit
Uit ontevredenheid met de nieuwe koers verlaten verscheidene militanten van het eerste uur de beweging. Onder hen Wiesmoens. Ik denk dat daar het einde van het Ferdinazo en de ontbindingsmechanismen van het Ferdinazo versneld begonnen zijn. Eigenlijk is dat ook het einde van de echte politieke mogelijkheden van Zeveren geweest. Want de nieuwe richting was, en je kunt in die zin kun je dramatisch noemen, althans voor Van Zeveren. Zijn stap naar België toe kwam niet geloofwaardig over, eigenlijk binnen het gevestigde Belgische politieke bestel. En hij had alle geloofwaardigheid dan voor een stuk ook, voor een groot stuk verloren bij degenen die zegden dat het Vlaams nationalisme eigenlijk per definitie ook anti-Belgisch moest zijn. Joris van Zeveren wil niet alleen de macht in België, maar ook in Nederland. Ook bij onze noorderburen wordt een dinazo-afdeling opgericht. Er gaat weinig invloed vanuit, maar de Nederlandse leider, de imposante beeldhouwer Voorhoeve, is een graag geziene gast op de landtagen. Op de landtag van 36 zet Van Zeveren een stap in de richting van de Walen. Toch blijven het vreemden wel met een eigen statuut. De film over deze landdag wordt in heel het land vertoond. Daarmee wil het Ferdinazo adel en burgerij aantrekken. Het is altijd leuk natuurlijk om van jezelf te zeggen dat je tot de elite behoort. En dan zie je dus dat een aantal meer traditionele kringen, een beetje uit de adel en de hoge burgerij, waarvan je het niet onmiddellijk zou verwachten, toch een stap in de richting van het Ferdinazo ziet doen. Je ziet ook dat het Ferdinazo meer salonveeg wordt, dat Dinazo-mensen, en dan zeker van de gematigde strekking in het Ferdinazo, rustig kunnen optreden naast boegbeelden uit de Belgische politiek. Dit is de landdag van 1937 in Antwerpen. De beweging trekt nu ook het betere publiek aan. Joris van Zeveren heeft grootse plannen. Voor hem zijn de Walen niet langer vreemden, maar verfranste Dietzers. Hij droomt van een sterke staat die overeenkomt met de vroegere 17 provinciën. Een flink stuk van het gedroomde rijk ligt nu in Frankrijk. Voor het Ferdinazo blijft het Dietse rijk maar groeien. Niet alleen Zuid-Afrika, ook Congo en de Nederlandse koloniën vallen eronder. De laatste landdag van het Ferdinazo is die van Gent in 1938. De vlaggen van België, Nederland en Luxemburg wapperen broederlijk naast elkaar. Dit is tekenend voor de politieke houding van Joris van Zeveren op dat ogenblik. De hele landdag staat in het teken van de onvoorwaardelijke steun van het Ferdinazo aan de onafhankelijkheidspolitiek van Leopold III. Voor Van Zeveren en waarschijnlijk voor zeer veel van zijn volgers ook binnen de nieuwe marsrichting was dat soort van Leopoldisme en loyaal Belgicisme eigenlijk ook extreem rechts gekleurd. Het ging van de basisveronderstelling uit dat de koning de draaischijf zou worden van een autoritaire, antidemocratische staatsinrichting. Vooral de toenadering van Leopold III tot Nederland wordt door de dinazo's enthousiast begroet. Het wederzijds bezoek van Leopold en Wilhelmina brengt de Dietse droom een stap dichterbij. Ondanks alle uiterlijk vertoon wordt Van Zeveren in Duitsland en Italië sinds het inslaan van de nieuwe marsrichting sterk gewantrouwd. Zijn tegenstanders in eigen land hebben daarvan geen weet en blijven hem beschuldigen van Duitsgezindheid. De Duitse herbewapening maakt Van Zeveren erg ongerust. Het gevaar komt nu niet langer van Frankrijk, maar van Duitsland. Ook dat heeft meegespeeld in zijn nieuwe koers sinds 1934.
Zevre heeft het ook moeilijk met de buitenlandse politiek van Hitler. Vooral de inlijving van het Sudetenland en de rest van Tsjechoslowakije keurt hij sterk af. Hij heeft wel begrip voor een aantal Duitse territoriale eisen, onder meer voor de integratie van Oostenrijk binnen Duitsland, omdat hij daar een parallel ziet met Vlaanderen, Nederland, België, Nederland. Uiteindelijk draait dat uit op een absolute verwerping, zowel van de theorie als van de praktijk van het nationaalsocialisme. Ja, dat neemt niet weg dat er toch heel veel ideologische parallellen zijn tussen het Ferdinazo en het gedachtegoed van Van Zeveren en het nationaalsocialisme. Maar je kunt zeggen dat in de mate dat Van Zeveren zich ging associëren met de Belgische staat en ook dus de zaak van de koning genegen werd, de sterke Belgische defensie genegen werd, dat hij daardoor in feite automatisch, denk ik, in de ogen van Nazi-Duitsland dan weer een ongewenste figuur was, omdat de politiek van Nazi-Duitsland erop gericht was de buurlanden, en dus Nederland, maar ook België en Luxemburg, te verzwakken, precies met het oog op een aanval op Frankrijk, de erfvijand. Van Zeveren ergert zich niet alleen aan Hitlers buitenlandse politiek. Ook de behandeling van de Joden wekt zijn wrevel. Niet omdat Hitler de mensenrechten schendt, maar omdat zijn Jodenhaat voor een toevloed van vluchtelingen zorgt. Het Ferdinazo wil niet dat de regering ze binnenlaat. Ze zijn hier niet welkom. De Dinazo-pers trekt geregeld zwaar van leer tegen de Joden. Natuurlijk, Van Zeveren was de hoofdredacteur en de verantwoordelijke uitgever van zijn weekblad. En hij is daarvoor verantwoordelijk, dus daar kunnen we niet omheen. We moeten dat echter in de context plaatsen van het toenmalige politieke bedrijf in België. En dan stellen we vast dat in de jaren 30, dat in alle politieke partijen, en ik leg de nadruk op alle, antisemitische uitlatingen voorkomen of toch minstens bedenkingen tegen de Joden. Vanaf 1937 verschijnen er minder anti-Joodse artikels in Hier die Nazo. Van Zeveren spreekt zelden over de Joden, maar in mei 1939 noemt hij hen schadelijke vreemdelingen. Onze leuze is eerst zorgen voor ons eigen volk. Daar waar de vreemdelingen de plaats innemen of willen innemen die ons toekomt, zullen wij ze zonder mededogen bij de kraag vatten en over de grens zetten en hun zaken en zaakjes in handen geven van hen aan wie ze toekomen. Zo'n uitspraak is op zijn zachtst genomen weer een soort van katholieke zonde van verzuim, want hij had moeten weten, en ik vermoed ook dat hij het wist, dat het lot van de Joden in Duitsland, zelfs al voor 1938, niet dat was wat je hen zou kunnen toewensen. Dus dat de behandeling en de uitstoting van vreemden, of van het vreemde element, een wezenlijk, een essentieel deel was van de politieke, maatschappelijke opvattingen van Duitsland, zoals ze een wezenlijk politiek onderdeel waren van zijn staatsopvattingen. Dus als hij de consequentie daarvan niet heeft gezien, vind ik dat zeer erg. Als hij de consequentie daarvan wel heeft gezien, maar dat dan ook niet duidelijk gemaakt heeft, vind ik dat eigenlijk nog erger. Hoe meer salondeuren er voor Van Zeveren opengaan, hoe meer er gekibbeld wordt aan de top van zijn beweging. Niet iedereen accepteert de tactische sprongen van de leider. Sommige topkaders, zoals Frans van Dorpen, hebben zware bedenkingen. Aan alle leden worden grote inspanningen gevraagd. Erg gul is de West-Vlaamse bouwondernemer Honoré de Busseren. De meeste Dinazo's vinden het overigens normaal dat hun leider er een passende levensstijl op nahoudt.
In de zomer van 1939 wordt Joris van Severen zwaar ziek. Juist op dat ogenblik verklaren Engeland en Frankrijk Hitler de oorlog na zijn aanval op Polen. De mobilisatie verandert niets aan de houding van het Ferdinazo tegenover de koning. In zoverre wij dat nu weten, heeft Van Zeven zich steeds loyaal opgesteld, zeker tegenover de koning. Hè. Hij vereerde de koning en hij zegde aan zijn manschappen dat zij trouw in het Belgische leger moesten dienen. En hij ondersteunde ook de defensie-inspanningen die de koning wilde opdrijven. België heeft gesteld. In politiek hooggeschreven, op stiptelijke onafhankelijkheid, in uitsluitend nationale gronden gebouwd. Welke politiek moet door een doelmatige militaire toerusting gesteund worden? Een sterk gedreven en vastberaden leger moet waken voor de onschendbaarheid van ons grondgebied. De Duitse aanval kan nu elk ogenblik komen. Er wordt veel verwacht van de nieuwe versterkingen en fortegordels. Leopold wil niet de indruk wekken dat hij alleen de Duitsers vreest. Ook in de richting van Frankrijk wordt een bunkerlinie aangelegd. Die politiek wordt niet door iedereen in ons land toegejuicht. Maar de meerderheid van de bevolking staat achter hem. Im Gebiet von Eupen-Malmedy, das fast ausschließlich von deutscher Bevölkerung bewoond wird, werden unsere Soldaten mit Freuden begrüßt. Bij de Duitse inval op de 10e mei reageert Van Severen geschokt. Een paar uur later wordt hij door het Belgisch gerecht aangehouden. Ondanks zijn trouw aan de koning staat hij op de lijst van politiek onbetrouwbare personen. Hij wordt opgesloten in de Brugse gevangenis, het Pandrijtje. Op de 15e mei wordt een groep van 78 gevangenen, onder wie Joris van Severen en Jan Rijkoort, door het Belgisch gerecht uitgeleverd aan de Fransen. Ze worden op een trein gezet en naar Noord-Frankrijk gevoerd. De Franse bevolking beschouwt de gevangenen als spionnen. Ze worden dan ook geregeld mishandeld. Op de 19e mei komt de groep in Abbeville aan. Ze komen in deze fabriek terecht. De Duitsers zijn de stad genaderd. De Franse bewakers geraken in paniek. Tijdens het Duits bombardement op de 20e mei wordt de hele groep ondergebracht in de kleine ruimte onder deze kiosk. Op een bepaald ogenblik worden 5 gevangenen door de Franse militairen neergeschoten. Joris van Severen wil tussenkomen. Hij wordt meteen zelf neergeknald, samen met zijn medewerker Jan Rijkoort. In totaal vallen 21 doden, onder wie 12 Belgen. En wanneer het duidelijk geworden is dat Joris van Severen omgebracht is geworden, is de vader, mijn grootvader, gebroken. Hij was een sterke man. Zeer sterke man die altijd zijn emoties, trouwens zoals zijn zoon het deed, verborg. Maar op dat ogenblik is die man werkelijk in elkaar gezakt. Gelijk een Griek die op dat ogenblik begrijpt dat zijn zoon in erbarmelijke omstandigheden
omgebracht is. Veel militanten horen pas maanden later van de dood van hun leider. De schok is groot. Opvolger Emile Thiers zoekt naar een nieuwe lijn in bezet België. Hij wordt opzij gezet door radicale collaborateurs. Militieleider Jeff-François laat het Ferdinazo opgaan in een eenheidsbeweging met het VNV en zal naar het oostfront trekken. Een andere groep kiest dan weer voor het verzet, onder wie Jeff van Bilze. Allen beroepen ze zich op dezelfde leider. Het tragisch slot van de Dinazo-leider heeft de fascinatie voor zijn figuur nog doen toenemen. Al een halve eeuw lang komen zijn bewonderaars hem op de verjaardag van zijn dood herdenken op het kerkhof van Abbeville. Ze blijven ontgoocheld door de houding van de Belgische staat. Toch is de tijd van de grote excuses aangebroken. Voor de moord op Joris van Severen, Jan Rijkoort en de andere slachtoffers heeft zich tot op vandaag echter niemand verontschuldigd. En de kans dat dit ooit nog gebeurt is klein.